Koen Martens gaat meer vertellen over het hacken van toen en de hackerspaces. Dat er meer zijn. Succes. Dat proberen, dank je. Tot hier het jaar. Ja, ik ben dus Koen Martens. Ik ben hacker, geboren als hacker en ik zal sterven als hacker. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, zijn er hier nog meer mensen in de zaal die zichzelf hacker noemen, vinden, als genoemd worden? Oh, dat valt nog mee. Ah, dat is niet zoveel zeg. Nou, ik zal even kort vertellen wat ik zo allemaal doe. Ik ben werkzaam als zelfstandige en ik doe wat databasebeheer, hosting en IT security. Ik werk voor een onderzoeksgroep in Amsterdam, bij de Universiteit van Amsterdam, Digital Methods Initiative. En daar doe ik onderzoek naar hoe techniek en samenleving, hoe dat elkaar beïnvloedt. En dan met name ook hoe nieuwe media het publieke debat vormgeven en vice versa. Daarnaast organiseer ik hacker-evenementen. Wat misschien sommigen hier wel kennen, nou, het zijn niet zo heel veel hackers, maar HAR 2009 was in 2009. Elke 4 jaar is er zo'n evenement. Daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Hacktivist. Volgende slide erop gooien. Want wat is nou een hacker? We kennen allemaal de mediaberichten, dit soort sensationele koppen. Hacker heeft dit weer gedaan, hacker heeft dat weer gedaan. Ben ik het dus niet mee eens met dit soort termen. Hacken, dat is voor mij iemand, of je hacker bent of niet, dat is niet wat je doet, denk ik, maar meer hoe je het doet. En 10 hackers, 10 definities van wat het woord hacken betekent. Maar wat ik zelf altijd zie in veel mensen in de hacker community zijn 3 eigenschappen die ik altijd terugziet. Dat is nieuwsgierigheid, creativiteit en een kritische blik. En dat kan zijn op het gebied van, dat is vaak op het gebied van computers, technologie, beveiliging. Maar dat strekt zich eigenlijk veel breder. Ook fysieke objecten, knutselen, maar dingen lassen, dingen maken. Maar dat kan ook sociale issues zijn, politieke fenomenen, noem het maar op. En altijd die 3 eigenschappen, dat is wat een hacker dan vervolgens toepast op dat soort dingen. Het is hacken toen, nu en in de toekomst. Dus gaan we even helemaal terug naar 1960, iets daarvoor. Dit is eigenlijk een van de eerste computers die bij bedrijven neer werden gezet. Dit is dan plaatjes van de NASA geloof ik, maar zo'nzelfde machine hadden ze ook bij MIT in Boston. Het is een redelijk vooraanstaande universiteit op het gebied van technologie. En dit monster stond daar bij de administratieve afdeling. Dus die berekende de cijfers en stuurde rekeningen, noem het maar op. Dat is natuurlijk een heel mooi apparaat. Het stond de hele dag te werken en zo'n ding kon je niet even uitzetten en de volgende dag weer aanzetten. Dus die stond s'nachts ook gewoon aan, maar dat deed niks. Dan was er een groep studenten, de Tech Model Railroad Club. Die waren bezig met modeltreintjes, hartstikke leuk. Die hadden op een gegeven moment zoiets van, al die wissels en zo met de hand omzetten, dat is een beetje langdradig. Kunnen we daar niet iets voor bouwen? Zo zijn ze met ouderwetse telefooncentrales aan de slag te gaan om die om te bouwen, om hun wissels te besturen. Op een gegeven moment kregen ze dus lucht van dit apparaat. Dachten ze, dat is interessant, daar willen we eigenlijk wel eens mee spelen. Maar dat ging daar niet, want de administratie werd daarmee gedaan en dan moest je echt een colbertje aan hebben om er überhaupt naast te mogen staan, zeg maar. Dus die zei van denk, die ding staat wel aan s'nachts, dan kunnen we het allemaal mee spelen eigenlijk. Het gebouw was op slot. Ze zijn gaan kijken hoe kunnen we toch bij die machine komen en bij de handleidingen die erbij horen. En dat is eigenlijk het eerste hacken, zo is het woord hacken ook ontstaan op MIT. Ze zijn gewoon gaan kijken hoe kunnen we toch die ruimte bereiken. En dat houdt dan in dat je een beetje door die gebouwen gaat zwerven en bij deurtjes open doet en kijkt wat erachter zit. En erachter komt dat er een ventilatieschacht loopt en een stoomtunnel en weet ik veel wat. Dus dat is eigenlijk het hacken zoals het op MIT is ontstaan. Gewoon puur om toegang te krijgen tot die computer, om daar van te leren, om ermee te spelen, om ermee te innoveren. Een beetje het urban exploration. Op MIT is de term hack ook nog steeds iets, dat is een grap die uit is gehaald door inderdaad. Vaak weet je niet hoe het gaat. Ze hebben bijvoorbeeld een keer een politieauto bovenop een van die historische gebouwen gezet. Zonder hijskraan of wat dan ook. Het is op een of andere manier door al die gebouwen en die tunnels s'nachts daar bovenop gezet. Niemand weet waarom of hoe dat gebeurd is. Dus dat is een hack nu daar.
Ik ben een tijdje terug daar geweest en toen had ik de eer om een rondleiding te krijgen, de informele rondleiding zal ik maar zeggen. En dan zie je dus ook echt in die schachten, er stoomtunnels, door ventilatieschachten geklommen. Dat was allemaal best spannend, vooral de conditie heel erg slecht was na 4 weken rondrijden in een auto, maar het is allemaal goed gekomen, de haast niet gewond geraakt. Maar dan zie je echt in een van die stookruimtes, een van die machineruimtes waar dus normaal niemand komt, daar staan de hacking ethics op de muur geschilderd. En dat is wel interessant, want dat ja, gaat dus heel erg over dat fysieke hacken, maar de waarden die daarin staan, dat zijn ook waarden en normen die de hackers van vandaag veelal toch ook nog meedragen. Nou, dat gaat dan over dingen als je, be subtle, leave no evidence there, maak niks kapot als er iets stuk is of je ziet dat iets niet klopt, meld het dan netjes aan de beheerders, et cetera, laat geen graffiti achter. Gewoon op een nette manier daarmee omgaan. Zowel in zo'n gebouw als nu dan in computersystemen. Dus inderdaad, vind jij iets wat stuk is, nou, ga dat gewoon even netjes melden. Ga het dan vervolgens niet uitbuiten. Zit niet die hele site vol met je eigen naam of weet ik veel. Dat niet bepaald als ethisch hacker gezien. Nou, dat is later ook nog een beetje uitgebreid en wat meer toegepast op de elektronische situatie. Maar de kern van dit verhaal zie je daar nog steeds in terug. Je ziet ook nog steeds dat een soort maatschappelijk ervaring. Dat zie je hier een heel klein beetje in terug. Maar dat is ook iets wat nu nog in de hacker community leeft. Zo sturen we onlangs een brandbrief aan de Commissie van Economische Zaken. Dat was onder het DigiNota-verhaal. Dat het zoveelste probleem was met beveiliging bij de overheid. Hebben wij gewoon gezegd, nou, we maken daar ons zorgen over en gebruik nou een beetje meer de kennis die er is, ook bij de hackers. Ja, heel makkelijk. Maar goed, daar kom ik misschien later nog even op. We gaan iets verder vooruit in de tijd, naar de jaren 80. Toch wel even meer bekendere hackers uit Nederland, denk ik. Rob Gongrijp en Cor Nuiten. Die hadden een tijdschrift, Hectic, tijdschrift voor techno-anarchisten. En daar werden allerlei dingen in besproken. Zoals bijvoorbeeld, in de tijd waren ze net bezig mobiele telefoons uit te rollen. Dat waren echt van die bakken die je zo dan in je auto zo tussen de stoelen had staan. Maar ja, die dingen kon je heel eenvoudig afluisteren. Dat wist natuurlijk niemand. En KPN of PTT, die ging het natuurlijk niet vertellen. Nou, Hectic kwam erachter, heeft het gepubliceerd. Werd vervolgens, die kreeg alle wind van voren, want dat ga je toch niet vertellen en weet ik veel. Maar ja, dat is wel belangrijk, dat mensen weten dat als je met dat bakbeest zit te bellen, dat eigenlijk gewoon super eenvoudig is af te luisteren door een centamateur met wat huistuin en keukenapparatuur. Ze hadden dus nog veel meer van dat soort dingen. Ik denk in de jaren 80, tegenwoordig hebben we overal internet. Ik sta hier te spreken en ik heb gewoon internet, het komt uit de lucht. Nou, dat was toen nog niet echt. Je moest toen echt. Het was een netwerk tussen academische instituten, universiteiten. Nou, je moest daar dus ook echt, als je daar dan les had of doseerde, dan kon je misschien een keer in een terminalzaaltje om eens het internet op te gaan. Dan hebben we geen www, zeg maar, de goede tijden. Maar de mensen van Hectic, Rob Gongrijp, Philippe Montrigus, nog veel meer mensen, die zagen toen al van, dat internet, dat zou wel eens heel groot kunnen worden. Dat zou wel eens een heleboel kunnen gaan veranderen in de samenleving. Op het gebied van communicatie en nieuwsverspreiding. En zij vonden het belangrijk dat iedereen daarbij komt, niet alleen een academische elite. Dus wat hebben die gedaan? Die zijn een internetprovider op gaan richten. Echt een van de eerste, zo niet de eerste, die zich op consumenten is gaan richten. Dat zie je daar in de Kraakpand in Amsterdam. Daar hadden ze wat apparatuur bij elkaar gegooid. En dat is later uitgegroeid tot Access for All. Wat we nu allemaal kennen, neem ik aan. En dan zie je altijd dat idealen zoals information wants to be free, waren toen al in die ideologie gebakken. En ze hebben heel goed aangevoeld wat internet zou gaan betekenen toen al. Dus dat geeft me aan wat een maatschappelijke rol hackers ook hebben. Nou goed, waar vinden we die hackers tegenwoordig? Ik denk overal wel. Ik zag heel paar handjes omhoog gaan. Volgens mij zitten er hier veel meer hackers in de zaal. Hackers zitten ook bij bedrijven bijvoorbeeld, de ING, de overheid, noem het maar op. Want het zijn juist die eigenschappen, nieuwsgierigheid, een kritische blik, creativiteit, die zorgen dat je heel goed beveiligingen kan testen of goede systemen kan ontwikkelen. Het is niet de enige plek waar je hackers vindt.
Het zijn blijkbaar, het blijkt ook hele sociale wezens te zijn, contrary to common perception. Ik zei het al even, er zijn in Nederland elke 4 jaar is er een groot hekkenevenement. Dat is begonnen ook een beetje in de jaren 80 rond die groep Hectic Access for All. Dat is begonnen met een binnenfeestje in Paradiso in, als ik het goed heb, 1989. Het was de Collective Hacker Party en daar kwamen best wel internationale bezoekers op af. Het was zo'n succes. 4 jaar later is het nog een keer gedaan en zo is dat sindsdien elke 4 jaar vindt dat plaats. Wat gebeurt daar dan? Mensen gaan, dit is een plaatje van de laatste in 2009. Dat is die in 1997 geweest. Er komen hackers van over de hele wereld, die trekken een tentje op in the middle of nowhere. En in de jaren 80 was het nog bijzonder. Er werd dan ook internet neergelegd. Dus dan zat je in een camping terwijl niemand nog internet had, had je daar gewoon internet. Tegenwoordig is het een beetje vanzelfsprekend. Wat cijfers hebben de laatste editie 2009 hadden iets van een uplink van 10 gigabit. Ik heb me laten vertellen dat een continent als Afrika daar jaloers op kan zijn. Het is midden in een veldje, in the middle of nowhere. Er staan grote tenten waar allerlei lezingen plaatsvinden, workshops. Je ziet heel erg het sociale aspect hier terugkomen. Mensen ontmoeten elkaar, soms kennen ze elkaar alleen online. Soms hebben ze elkaar al 4 jaar niet gezien. En je ontmoet elkaar, je gaat informatie uitwisselen. En er komen soms nieuwe projecten uit. Het is hartstikke tof eigenlijk. De volgende is in 2013. In 2009 heb ik een belangrijke rol in gehad. Omdat een van de twee coördinatoren was, zeg maar, die er fulltime mee bezig zijn geweest. In 2013 ga ik dat ook weer doen. Dat heet dan OM 2013, Observe, Hack, Make. En ik zou iedereen wel uitnodigen om eens op de site te kijken. Het is nog wat vroeg, maar het is gewoon een hele interessante omgeving. Ook kunstzinnige mensen die er zijn. Het ziet er ook gewoon heel mooi uit. In Duitsland hebben ze dat ook. Dat is de Chaos Computer Club. Die houden ook elke 4 jaar zo'n kamp. En dat is zo ingericht dat je eigenlijk om de 2 jaar naar zo'n hackerkamp kan. Dus daarnaast hebben ze in Duitsland nog een jaarlijks congres. In Amerika kennen we 2600. Dat is een grote, die hebben een magazine en daarnaast organiseren ze HOPE. Een jaarlijks congres en ze doen nog veel meer. Ze importeren bijvoorbeeld clubmaten, het cafeïnedrankje. Wat uit Duitsland komt, importeren ze daar ook. Daar zijn hackers dol op. Want dan blijven lekker wakker, weer lekker door hacken. En zo zijn er vele andere congressen en seminars. Dat is niet de enige plek waar hackers samenkomen. In Nederland is dat een recente ontwikkeling. Het bestaat al een tijdje. Eigenlijk ook uit Duitsland komen overwaaien. En dat is het concept van de hackerspace. Een hackerspace, dat is eigenlijk een fysieke locatie. Dus echt, noem het een clubhuis. Daar kun je als hacker lid worden. Dan kun je er naar binnen wanneer je wil. Er staat een apparatuur zoals... hier zit een lasercutter en een 3D-printer waarmee je dus gewoon vanuit je computer een opdracht kan geven om iets te printen. Komt er gewoon echt een ruimtelijk object uit. Er vinden lezingen plaats. Soms gebeurt er ook helemaal niks en zitten mensen gewoon een beetje te slacken en te praten. Dat is heel divers. Het zijn echt fysieke locaties. Ik zeg, dat komt een beetje uit Duitsland waar de Chaos Computer Club al helemaal actief is. En die hadden op een gegeven moment een aantal clubhuizen verspreid door het land. Vervolgens kwamen de Amerikanen naar Duitsland 4 jaar geleden, 5 jaar geleden. Die zeiden, dat is wel heel tof, dat willen wij eigenlijk ook. Dus echt in een jaar tijd zijn er honderden hackerspaces in Amerika geopend. En niet zo heel lang daarna, eigenlijk een beetje na hard 2009, zag je in Nederland hetzelfde gebeuren. Dat is wel heel leuk. De eerste zat in Utrecht, dan reken ik even niet de proto-hackerspaces uit de jaren 80, 90, zoals ASCII en Kuski, wat sommigen misschien nog wel kennen. Het zat een beetje in de krakershoek en die hadden ook, dat was een wat meer activistische insteek en het brengen van computertechnologie naar de mensen. In Nederland zijn er inmiddels 10. Ik heb er zelf eentje opgericht in Den Haag en dat gaat ook lekker. Dat was de tweede van de huidige golf. En er blijven er steeds bij komen, dat is echt geweldig. Het is hartstikke leuk, er gebeurt van alles. Er worden allerlei leuke projecten opgestart. Er wordt ook contact gezocht met de buitenwereld, zogezegd. Er was afgelopen zaterdag een open dag ook bij de hackerspaces. Dat is hartstikke leuk, er kwamen alle mensen langs en die zagen,
hackers zijn. Vind ik we daar criminelen? Het zijn gewoon normale mensen die allemaal interessante dingen doen. Ook hier zie je weer dat kennis delen terug, wat ook in die hackerethics die ik eerder liet zien zit. Deel je kennis was daar ook een van de belangrijke waarden. Het is nog steeds zo. Wij willen graag onze kennis delen over wat is. Dus ik denk aan een workshop veilig internetten voor mensen die niet zo heel veel kaas gegeten hebben van computers. Tot aan hele diepe technische lezingen over buffer, overflow exploits en noem het maar op. Dus dat is best gezellig. Nou, ik zeg niet dat alles koekenij is. Er zijn natuurlijk wat rekeningen die vaak aan hackers worden toegeschreven. En goed, ik geef toe, als je heel veel kennis van iets hebt, even minder moreel correct, dan zou je wel eens kunnen denken, ik wil daar geld mee verdienen. Of ik moet me allemaal niet zelf de slachtoffers zijn. Dat gebeurt ook. Het internet is natuurlijk begonnen als een netwerk voor academische uitwisseling en uitwisseling tussen onderzoeksinstituten van de regering in Amerika destijds. En het is eigenlijk een beetje gebouwd op de premisse dat iedereen kan elkaar vertrouwen. Want we zijn academische instituten en het is ons onder ons. Dus die techniek, die protocollen die daaronder liggen, die zijn daar ook op gebaseerd en die gebruiken we nu nog steeds. En dat maakt eigenlijk dat het internet een redelijk fragiel geheel is. En er zijn een hoop mensen die daar gebruik van willen maken. Die bekend de Anonymous, die met Distributed Denial of Service, DDoS, sites platleggen, denken daarmee een heel groot punt te maken. Ja, ik ben er zelfs wat sceptisch over. Maar dat is heel makkelijk. Het internet leent zich daar erg goed voor. Het is zo makkelijk om het internet te laten verstoppen. Juist omdat dat helemaal gebaseerd is op, we vertrouwen elkaar allemaal. Maar intussen is ICT dus wel overal, hè? Dat hoef ik jullie niet te vertellen, neem ik aan. Je hebt een laptop, een telefoon, de microfoon op, een camera, tracking device, GPS. Ook al eerder, Brenno zei dat al, het is intussen ook een blind vertrouwen in die technologie. En dat is best link, want het is een heel jong vakgebied eigenlijk, als je gaat kijken naar wat we allemaal weten over de wereld. Dus ICT is zo recent. Er zijn nog zoveel vraagstukken en we weten nog zoveel niet hoe we dat goed aan moeten pakken. Dat je daar dan blind vertrouwen in hebt, dat is wel een beetje eng eigenlijk. Tel erbij op dat informatie is ontzettend makkelijk te kopiëren tegenwoordig. Je merkt ook dat klassieke bedrijven daar heel moeilijk aansluiting bij vinden. Maar dat geeft ook wel allerlei nieuwe vraagstukken, nieuwe uitdagingen. En daar hebben we ook nog allemaal geen antwoorden op. Ik heb ze uitgezocht. Ik geloof dat 1000ste% van de Nederlandse bevolking die zit momenteel in de gevangenis volgens het CBS. Dus ook bij hackers zul je minder conscientieuze mensen tegenkomen. Maar ook gewoon criminelen, die zien de kans. Er is geld te verdienen, dus waar geld te verdienen is, vind je criminelen. Dat gaat soms heel ver als je bijvoorbeeld in Oostbloklanden zit. En je bent een beetje slim met computers, er bestaat de kans dat er ineens een bende voor je deur staat die je vriendelijk verzoekt of jij mee wil werken aan hun oplichtingspraktijken. Het is gewoon een hele industrie mensen als mensen in Gurkha, die weten, dat is een gevecht tussen inderdaad de mensen die het goed doen, maar die criminele industrie. Is er veel aangelegen om een handeltje te behouden. Wat al recentelijk nog een beetje in de aandacht is gekomen, bestaat eigenlijk al langer, is dat hackers in worden gezet bij internationale conflicten, waar overheden mogendheden tegen elkaar aan het vechten zijn. Een recent voorbeeld, Pakistan en India, die hebben al ik weet niet hoe lang slepend conflict. Een tijdje terug sprak ik iemand die is in India, dat is ook een hacker, maar die was echt super nationalistisch. Dus die was heilig overtuigd van het goede van zijn land en die was ook bereid om zich voor zijn land in te gaan zetten. Om Pakistan helemaal aan stukken te hacken, zeg maar. Dat is ook een dreiging die eraan zit te komen, die er eigenlijk al is. We in Nederland ook al een klein voorproefje van hebben gehad met DigiNota. Zelfs Amerika staat... Er zijn vermoedens dat die daar ook mee bezig zijn. Dat lijkt mij evident. Ik heb bijvoorbeeld ook een hacker in Amerika. Die is op een gegeven moment gepakt voor een stom dingetje. Die kreeg gewoon de keus. Of je gaat 5 jaar de bak in.
Of je gaat voor de NSA werken. NSA is het grote crypto en technologisch legerinstituut. Ja goed, hij was heel erg anti-regering, maar is toch maar voor de NSA gaan werken. Maar dat is natuurlijk ook een manier om een cyber army op te bouwen. Een hoop dreigingen. Veel mensen hebben geen idee wat die dreigingen zijn, of überhaupt dat er dreigingen zijn. Dus nou, wat doe je als mijn auto stuk is? Een aantal dingen doe ik zelf, maar dan ga ik naar de garage. En dan ga ik ervan uit dat zij weten wat ze doen en dan gaan fixen. Natuurlijk de IT-industrie in Nederland. En er zitten heleboel goede mensen bij, maar er zitten ook een heleboel amateurs bij, cowboys. Net als met de auto-industrie. Je koopt een auto, ja, als je er geen verstand van hebt, dan ga je er maar vanuit dat die goed is. En als die dan na een jaar uit elkaar valt, ja, dat is pech. Hetzelfde zie je eigenlijk ook een beetje in de ICT terug. Er zijn, ja goed, soms is het heel simpel. Je werkt bij een bedrijf en je hebt een neefje die heeft dan een websiteje gebouwd. Oh, je bent goed met computers, vooral aan het MKB, je bent goed met computers. Ga je even een website voor ons bouwen? Nou, die bouwt dan wat, heeft eigenlijk geen idee wat hij doet. Dat is een PHP-site, zit helemaal vol met de top 10 van de exploits. Er zijn ook een heleboel webbureautjes die ja, beweren dat ze sites kunnen. Het ziet er allemaal heel mooi uit en het werkt allemaal. Maar waar die mensen niet bij stilstaan is, wat gebeurt er nou als iemand iets anders invoert dan in het functioneel ontwerp stond? Ja, daar gaat het fout. Ook bij de hosters zijn er heleboel goede hostingpartijen, zijn ook heleboel slechte hostingpartijen die bijvoorbeeld vanuit een zolderkamertje ergens gerund worden, makkelijk geld verdienen. Tegenwoordig wat minder, want de marges zijn echt zo. Maar grote consultancy concerns, er is ook niet altijd evenveel kennis aanwezig. En het is gewoon link. En, ja, dan is er nog de IT security, zoals Madison Gurkha, nou, we kennen er nog een aantal. Daar zitten gewoon heel veel mensen die snappen heel goed hoe het allemaal in elkaar zit. Maar vervolgens worden die ingehuurd, dan krijgen ze een opdracht mee. Ik heb een tijdje terug meegemaakt in Amsterdam, dat was een gemeentesite, daar zat een lek in. Nou, werd er dus een securitybedrijf bij gevraagd. Kunnen jullie kijken of dat lek gebruikt is, exploited is? En zo ja, kunnen jullie het fixen? Nou, het bedrijf gaat aan de slag, allemaal gefixt. Dat lek is dicht, was niet misbruikt. Dat moet zo voor de gemeente. Nou, de site is wel helemaal veilig, mensen. Jullie kunnen weer paspoorten aanvragen. Ja, zo werkt dat dus niet. Maar goed, zo'n bedrijf is ook niet gek. Ja, die krijgt een opdracht mee. Dus die kijkt gewoon wat hij moet doen. Gaat niet het hele systeem doorlichten. Terwijl dat eigenlijk wel is wat er moet gebeuren. Dus daar denk ik dat de onafhankelijke hackergemeenschap, die ik hier een beetje voor het voetlicht probeer te brengen, ook een grote waarde heeft. Je hebt enerzijds de mensen die het bouwen, die moeten natuurlijk bij het bouwen van het systeem al heel erg bezig zijn met de veiligheid. De industrie, de security industrie, die kan een heleboel doen als er iets misgaat of ook betrokken worden bij het bouwen en daar al signaleren. Maar een derde partij die ik heel belangrijk vind, dat is die onafhankelijke hackergemeenschap. Want die gaan vervolgens, die komen zo'n systeem tegen in het wild. En zien dan, hé, dat klopt iets niet. Nou ja, dat wordt dan een soort intellectuele puzzel, wil je uitvinden hoe dat zit. En vervolgens kom je erachter dat bijvoorbeeld allerlei gegevens op straat liggen, persoonsgegevens. Dat ga je niet ontdekken als jij een bedrijf zegt, nou kun jij dat lek fixen en daarmee is het klaar. Het is wel heel jammer dat, als ik maar zo even interessant. Ja, de cloud, daar gaat het helemaal mis mee, daar ga ik het niet meer over hebben. Het is trouwens een kristalbol. Maar je ziet dus dat veel hackers toch terughoudend zijn om dingen te melden. Omdat ze, in het verleden is nogal eens gebleken dat je bij het melden van een lek, theoretisch, strikt genomen, zodra je een lek ontdekt hebt, heb je eigenlijk al ingebroken en volgens de wet computervredebreuk gepleegd. Tuurlijk, kan het inkomen. Maar als je vervolgens gewoon zo'n lek gaat melden bij de organisatie, dan is het ja, meer dan eens het geval dat die organisatie zegt, nou zeg maar niks, want dan worden de mensen ongerust. Of dat ze zelfs juridische maatregelen gaan nemen. Oh, dus je hebt ingebroken bij ons, nou dan gaan we daar eens eventjes een zaak over aanspannen. En dat kan gevolgen hebben, ook al blijkt aan het einde van de rit dat het allemaal oké is, je hebt het gemeld, het is netjes en jou treft geen blaam. Ja, dan kan het toch zijn dat je inmiddels je baan kwijt bent of 6 maanden met het zwaard van Damocles boven je hoofd hebt rondgelopen van een mogelijke veroordeling. Dat is gewoon niet prettig, dus daarom merk je dat er heel veel terughoudendheid is van onafhankelijke hackers om iets te melden. Of dat ze uit pure armoede maar naar de pers stappen. Want ja goed, een journalist die kan zijn bronnen beschermen, dan is het tegelijkertijd wel in de openbaarheid. Terwijl
De meeste hackers willen dat het lek eerst gefixt wordt, zodat ook hun gegevens staan erin. Dus dit is geen ideale situatie, dit is jammer. We hebben daar ook regelmatig aandacht voor proberen te vragen. En gelukkig gaat het een beetje de goede kant op wat dat betreft met de overheid en bedrijfsleven. Maar is nog een lange weg te gaan. En dat vind ik wel een gemiste kans. Zeker wanneer je weet dat er criminele bendes zijn, dat er buitenlandse mogendheden zijn die uit zijn op onze systemen. Dus je denkt juist dat soort meldingen, dat soort mensen moet je omarmen en niet afschrikken. En op hoger niveau hebben ze dat nog niet helemaal door. Je werkt het op lager niveau, de mensen die echt het werk doen en er verstand van hebben, die snappen dat wel. Dat is dus ingewikkeld. Het is dan gelijk mijn kristalbol. Het is allemaal heel moeilijk om te voorspellen wat hacken in de toekomst gaat zijn. Al was het maar omdat we niet eens weten of we over 10 jaar überhaupt nog een internet van stroom kunnen voorzien, et cetera. Maar dat, laten we er even vanuit gaan dat het allemaal blijft bestaan. Dan vrees ik toch dat hackers naar de underground worden geforceerd. Er is onlangs weer in Europa weer een mooie wet aangenomen. Er kan 5 jaar gevangenisstraf op komen te staan. En dat dan een tijdje een nieuwe wet waarin hacking tools worden verboden. Whatever that may be. Dat kan dus zoiets zijn als een simpel poortscannetje. Wat standaard in zo'n beetje elk operating system zit. Dat mag je niet meer hebben, niet meer verspreiden. Dat is wel redelijk vergaand. Zeker omdat dat maar niet per definitie een goed tool is, maar ook gewoon gebruikt kan worden om te kijken of je netwerk veilig is. Ja, als dat dan ook niet meer mag, dan ga je dus helemaal erop achteruit. Er is een verbod op reverse engineering. Ik noemde al even de wet op computervredebreuk. Op zich prima dat je inderdaad niet ongeoorloofd dingen mag stuk maken of uit systemen mag halen. Maar goed, als ik zie dat iemand zijn fiets niet op slot staat en ik zet die even om een hoekje en ga vervolgens kijken voor wie is die fiets. Ja, heb ik wel die fiets verplaatst. Dus technisch gezien zou je kunnen zeggen dat ik hem gejat heb. Maar dat doe ik alleen maar zodat iemand anders niet ziet dat die fiets daar open staat en meegedaan wordt. En ik intussen kan zoeken wie van die fiets is. Een soort van klokkenluidersregeling, dat is ook niet helemaal. Maar iets meer begrip voor dat te goede trouw melden van lekken, dat zou echt wel gepast zijn. Maar ik vrees niet dat het er van komt. Dat komt denk ik vooral door bestuurders die niet echt hebben begrepen waar het rekening aan moet. Neem nou zo'n Ivo Opstelt, minister van Veiligheid. Ja, hoe oud is die man? Die is nog van voor de eerste computer die ik liet zien. Die heeft totaal geen idee waar hij het over heeft. En die vindt hackers maar heel erg eng. Ja, erg onverstandig vind ik, maar goed. Aan de andere kant zie je dat het tegenbrengt, we hebben het al gezegd. Hackers, de onafhankelijke hackers, die krijgen ook een plek in het gehele plaatje. Al dan niet vrijwillig. Ik noemde al de vriend uit Amerika die te werk werd gesteld bij de NSA eigenlijk. Maar we zien ook dat er vrijwillige contacten worden gelegd. Een aantal overheidsinstellingen, het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, het Nationaal, het is nog steeds wennen voor mij, het was eerst Bofset, het Nationaal Cybersecurity Centrum. Wij als hackers hebben daar ook contact mee inmiddels. En wie weet wat daar nog allemaal uit kan komen. Ondanks dus dat de minister dat eigenlijk helemaal niet ziet zitten. Snappen die mensen wel dat dat goed is. Ook bij politici zien we iets van bewustwording. Een tijdje terug was er zelfs een soort proefballonnetje om hackers, ethische hackers, om het zo maar even te zeggen, om die een klokkenluiderstatus te geven. Daar ben je er nog niet mee, maar dat daar überhaupt al over nagedacht wordt, omdat dat serieus wordt voorgesteld, ja, dat vind ik op zich een goede zaak. Misschien gaat daar nog wat uitkomen. En dan hebben we de cyberwarfare, hot item tegenwoordig. Ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren inderdaad. Of je een soort van hackerdienstplicht gaat krijgen of zo. Wat is die Amerikaanse vriend van mij al een beetje is overkomen. Dat je op een gegeven moment voor het vaderland moet gaan hacken. We gaan het wel zien. Ik heb geen idee. Het is dan een plaatje van een kristalbol. Ik heb er zelfs helaas geen. En dat was mijn praatje eigenlijk.